video waarin ik eigenlijk ga uitleggen aan jullie waarom ik precies bitloos rijd met Nervion. En ik ga jullie in deze video vertellen hoe ik er eigenlijk op kom, hoe ik het heb opgepakt, waarom ik eigenlijk bitloos ben gaan rijden en de ervaring en wat ik er nu aan heb gemerkt en wat de fijne dingen zijn. Ik dacht namelijk dat dat best wel een keer leuk was om dat een keer te gaan vertellen aan jullie. Helemaal omdat ik dat het nooit heel erg uitgebreid heb verteld. En ik hoop eigenlijk met deze video om jullie allemaal over te halen om ook bitloos te gaan rijden. Nou, het begon eigenlijk allemaal op het moment dat we natuurlijk Nervion kochten. Toen we hem kochten, werd hij gewoon met bit gereden. Hij was echt net maar een paar weekjes of maandjes onder het zadel. Dus hij was ook nog niet super erg gewend aan zijn bit. Maar hij werd wel gewoon daar met bit gereden. En volgens mij hadden ze nog nooit bitloos gereden. Dus dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik weet in ieder geval dat hij daar in ieder geval met bit is gereden. Omdat hij natuurlijk gewoon met bit is gereden, wat eigenlijk de meeste paarden wel zijn, heb ik gewoon thuis ook verder opgepakt om gewoon een hoofdstel met een bit erin te doen. En dat was gewoon het zachtste bitje wat we hadden. En ik dacht niet zozeer na over bitloos rijden. Ik had natuurlijk wel eens gezien, maar ik had niet zoiets van oké, ik ga nu echt bepalen om lekker bitloos te gaan rijden. Ik was daar nog niet echt mee bezig en het kwam ook omdat mijn moeder die opleiding nog niet echt deed. En ja, er waren niet echt dingen dat iemand in mijn omgeving bitloos reed of dat ik daar heel veel mee bezig was. Dat kwam namelijk pas veel later dat ik echt veel meer bezig was met het bitloos gaan rijden. En dat ik ook dingen aan hem begon te merken waaraan ik merkte dat hij bit echt niet fijn vond. Want misschien weten jullie dat toch wel, is dat Nervion toen we hem kochten eigenlijk heel erg best wel een druk paard is. Nervion die kan best wel heet worden. Eigenlijk nu op dit moment valt het echt heel erg mee. Hij is echt afgelopen 2 jaar heel erg gegroeid daarin. Hij is gewoon veel minder druk geworden. Nou merk ik wel nu het verschil dat hij gewoon veel minder druk is. Want nu kan ik hem gewoon met bitloos rijden. En dat had ik echt 2 jaar geleden echt niet kunnen bedenken. En ik was ongeveer 2 jaar geleden begon ik een beetje na te denken over bitloos rijden. Toen ik wat video's zag op YouTube van nekroop rijden. En dat leek mij zo gaaf om dat ook met Nervion te kunnen doen. Het gewoon het nekroop rijden. En ik heb toen een serie gestart op mijn kanaal van Tessa en Nervion leren nekroop rijden. En dat was de bedoeling in die video, of eigenlijk in die serie, die dan op mijn kanaal zou komen. Eigenlijk stap voor stap jullie gingen laten zien hoe ik dus ging nekroop rijden met Nerv. Nou, er zijn maar een paar video's online gekomen. En op een gegeven moment merkte ik van oké, Nervion en ik zijn er nog niet klaar voor om bitloos, of in ieder geval nekroop te rijden. Maar dat was misschien best wel heel logisch, want ik had nog nooit bitloos gereden. En altijd met bit. Nou, toen we Nervion een paar maanden hadden, merkten we al wel dingen aan hem wat hij gewoon elke keer deed onder het rijden. Dat was heel vaak aan zijn bit trekken of zijn bit met zijn tanden vastpakken. En als hij bijvoorbeeld een kant moeilijk vindt, hij vindt bijvoorbeeld rechtsom moeilijker dan linksom. Bij linksom loopt hij gewoon lekker en pakt hij niet zijn bit vast. Maar bij rechtsom, als ik dan van hand wil gaan veranderen naar de rechterhand, dan op de diagonaal gaat hij dan een bit pakken. En dan loopt hij gewoon weer de andere kant op. En dat is gewoon puur omdat hij het moeilijk vindt. Maar ja, dat waren toch wel dingetjes wat ik merkte toen ik eigenlijk hem reed met bit. En dat vond ik ook best wel irritant. Want of hij ging heel hard aan zijn bit trekken. Of hij, hij deed gewoon allemaal rare dingen met dat bit. En toen op een gegeven moment heb ik me wel een beetje verdiept van misschien is het geen paard om bitloos mee te gaan rijden. En misschien is het geen paard om een bit in te doen. Want sommige paarden vinden het gewoon eenmaal niet zo fijn. Nou, toen is mijn moeder begonnen met een opleiding. En daar in die opleiding leerde ze dus ook hoe ze bitloos moest gaan rijden. En toen gingen we dus allebei wel een beetje nadenken van het zou wel heel leuk zijn en veel fijner zijn voor het paard als we straks alle 3 de paarden bij ons bitloos kunnen gaan laten rijden. Want dan weet je in ieder geval zeker dat je nooit echt schade in zijn mond creëert. Want we probeerden natuurlijk al nooit te gaan trekken in zijn mond. Maar ja, onbewust doet iedereen dat denk ik toch wel. En ja, als je toch een bit in je mond, in de paardenmond hangt, kan je toch op een manier wel een beetje schade creëren. Plus het is gewoon veel minder fijn voor het paard. En ja, toen hebben we er dus over nagedacht. En eigenlijk was ik de eerste die echt met Nervion helemaal naar bitloos ging.
ik ging eerst gewoon heel vaak een beetje vrijheidsgestuur doen. En toen op een gegeven moment kwam er ook een beetje zonder zadel springen. En toen had ik dus bijvoorbeeld zo'n touwhalster omgedaan. En toen dacht ik wel leuk, nou dan ga ik leuk eventjes bitloos rijden met dat touwhalster. Nou moet ik zeggen, in het begin ging het echt mega slecht. Ik had denk ik te veel verwachtingen van dat hij het in één keer zou doen, in één keer zou begrijpen. Omdat ik niet wist dat het zo'n grote overgang was. Heel grote overgang is het ook niet. Maar hij merkt dat er in ieder geval druk op zijn neus komt in plaats van in zijn mond. Dus hij snapte het eerst niet. Dus toen ben ik weer een tijdje terug bitloos of bit gegaan. En op een gegeven moment had ik echt zoiets van, ja, ik wil nu gewoon echt helemaal bitloos. Echt helemaal overgaan op bitloos. En toen heb ik destijds een hoofdstel gekregen voor mijn open oma, voor mijn verjaardag. En dat was een hoofdstel, die heb ik al een keertje laten zien eigenlijk in een video van Jullie Bepalen Mijn Dag. Dat is een hoofdstel, eigenlijk een 3-in-1 hoofdstel. Dat is namelijk een hoofdstel dat als kaptoon kan gebruiken. Dat gebruik ik heel veel voor grondwerk. Je kan bitloos mee rijden, zoals wat ik eigenlijk nu altijd doe. En je kan er ook een bit aanmaken, want er zitten gewoon van die clipjes aan. Dat je aan de zijkant van je hoofdstel kan je die aanmaken. En dan heb je gewoon clipjes die je er aanmaakt. En dan kan je gewoon je bit erin hangen. Dus ik dacht, dat is gewoon super handig, want ik wou toch wel graag een nieuw hoofdstel. Want mijn hoofdstel is heel erg oud en die lag al jaren in de kast voordat Nervion was. Dus ik dacht, ja, ik wil best wel graag een keer een nieuw hoofdstel voor hem. En toen zat ik te twijfelen, ja, weet je, eigenlijk wil ik het liefst een hoofdstel waar ik graag witloos mee kan rijden. Maar ik wil eigenlijk ook een hoofdstel hebben waarvan als ik weet dat het niet lukt of eventjes een tijdje niet werkt, dat ik er ook gewoon weer een bit in kan doen. Dus toen heb ik dus dit gevonden en ja, ik moet zeggen, het is een heel fijn hoofdstel. Als je kan namelijk heel vaak gebruiken voor grondwerk, maar ook gewoon voor rijden. En je kan er een bit in maken, maar je kan ook gewoon lekker bitloos. Dus ik vond dat wel een heel fijn hoofdstel. En hij is op zich qua prijs wel te doen. Ik bedoel, als je kijkt naar het Rabo Mikkelenmodel, die zijn zo duur. En eigenlijk kan je daar hetzelfde mee. Alleen zijn de Rabo Mikkelenmodellen anatomisch gevormd en dat is mijn hoofdstel niet. Dus dat is het enige beetje het nadeel. En hij is misschien net iets van betere kwaliteit. Dus ja, dat is dan een Rabo Mikkelen hoofdstel. En zodoende ben ik eigenlijk op een bitloos gaan rijden. En in het begin reed ik gewoon lekker bitloos in de bak. Toen merkte ik wel aan Nervion dat hij heel erg zwaar werd. Want in het begin was hij echt licht in de hand. Eigenlijk, ik heb wel zo'n paarden gereden waarvan ik echt het gevoel dat er 10 kilo in mijn handen hing. En met Nervion had ik dat nooit eigenlijk met bit. En toen ik een bit eruit haalde en bitloos ging rijden, toen voelde ik pas dat hij ging hangen in zijn hoofdstel. En ja, dat is gewoon een kwestie van training oppakken. Het oefenen, het trainen. Dat hij dat een soort van leert snappen dat hij niet mag gaan hangen. Dat lukt niet in één keer. Dan moet je meerdere trainingen voor. Moet je eraan werken eigenlijk. Toen hebben we ook buitenritten natuurlijk gemaakt. Want we maakten altijd al buitenritten. Maar ik was nog te onzeker om echt bitloos naar buiten te gaan. Want ik reed pas net bitloos helemaal met Nervion. Dus toen heb ik wel het bit erin gemaakt. En ik kreeg best wel veel toen opmerkingen op Instagram van je hebt een bitloos hoofdstel, maar je hangt er een bit aan. En dat waren vaak foto's van dat ik op buitenrit was. Nou, dat is natuurlijk gewoon omdat ik nog best wel spannend vind. En omdat hij pas net bitloos kon, dacht ik, is het niet heel erg handig dat ik nu meteen bitloos naar buiten ga. Dus ik wou het gewoon even kijken hoe hij dat deed. Wat ik ook wel eens deed was dat ik een bit aanmaakte. Maar dat ik mijn teugels aan die zij clipjes maakte, zodat ik eigenlijk bitloos reed. Maar als het niet goed ging, kon ik mijn teugels afhalen en aan een bit maken. Dus dat was ook wel een hele goede oefening. En mijn moeder die heeft ook best wel veel buiten gereden met Nerf destijds. Om te kijken van joh, weet je, hoe reageert hij bitloos? En ja, dat was ook wel heel fijn. En eigenlijk sinds een paar weken rij ik ook gewoon bitloos buiten. Eigenlijk heb ik er nooit meer een bit in zitten. En ik moet zeggen dat Nervion daar zo door is veranderd. Hij is gewoon ook een stuk rustiger geworden. Wat je eigenlijk niet zou verwachten. Maar het was gewoon zo fijn om bitloos te rijden. Het gevoel dat je hem niet meer pijn doet in zijn mond. Onbewust natuurlijk probeer je dat nooit. Maar onbewust gebeurt het misschien wel eens. Is wel gewoon heel fijn. En ik merk ook gewoon dat Nervion veel mooier wat lager gaat lopen. Hij hangt niet meer zo. Hij kan zijn bit ook niet meer vastpakken. En hij trekt ook eigenlijk niet meer. Dus dat is echt super fijn.
En ik weet dat er heel veel mensen zijn die eigenlijk niet durven pitloos te gaan rijden. Omdat hun paard bijvoorbeeld heel heet is. Of omdat ze op wedstrijden zijn en dat ze wedstrijdpaard en zo dingen hebben. Nou moet ik zeggen dat je eigenlijk als een paard op hol slaat of weg wil. Of je nou met of zonder pit bent. Je paard gaat er toch wel vandoor. Je houdt namelijk niet bijna 300 kilo vast aan een pit of zonder pit. Dus als je paard weg wil, gaat hij toch wel weg. Weet je, dus dan maakt het in dat opzicht eigenlijk niet uit of je nou pitloos rijdt of met pit. En ik weet dat dit onderwerp best wel vaak een dingetje is in de hele paardensport. Omdat de een heel erg tegen pit is en de ander juist helemaal niet. Nou, ik ben niet helemaal tegen pit, want weet je, je kan ook met pit gewoon heel zacht zijn. Maar ik merk wel dat ik het pitloos rijden veel fijner vind. En ik heb laatst ook eigenlijk het necroprijden weer opgepakt, want dat wilde ik ook graag wel weer doen. En ik merkte echt, doordat ik eerst de stap van pit naar pitloos ben gegaan, dat het denk ik zoveel beter ging met necroprijden. Eigenlijk, het is nog nooit zo goed gegaan. Ik kon zelfs draven, galopperen, alles en sturen. En ook, er zat ook gewoon een rem op. En het was zo fijn. En ja, daarom ben ik dus echt mega blij dat ik eigenlijk over ben gestapt naar pitloos. En ik hoop eigenlijk door deze video dat jullie er ook over na gaan denken. Of je paard pitloos wilt rijden. Je moet het gewoon uitproberen in de bak. Want in de bak kan er vaak niks gebeuren. Dit is mijn verhaal. Ik hoop natuurlijk dat jullie ook allemaal eens een keer gaan proberen om pitloos te rijden. En laat zeker even in de reacties achter of jij eigenlijk altijd al pitloos rijdt. Of dat je het nu door deze video wilt gaan proberen. Ik bedoel, kijk naar Nervion. Nervion was eerst een best wel hetere paard. En kijk nu hoe die nu loopt. Daar ben ik gewoon heel erg trots op hem. Nou ja, ik hoop dat jullie wat leuk vonden in deze video. Laat zeker even een reactie achter of jullie ook wel eens pitloos rijden. En of je nu door deze video pitloos wilt gaan rijden. En heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!